Ja, dit is een beetje treinleven, hè? Krantje, veel in de telefoon. Maar wat doen mensen nog meer in de trein? Laten we eens kijken hoe het spoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedendag. Heb je lekker geslapen? Ja, top. Wat doe jij normaal gesproken als je dus in de trein zit en verveelt? Is het standaard tukken of doe je ook nog andere dingen? Nou, meestal wel muziek luisteren. Muziek kan luisteren bijvoorbeeld. Ik doe mijn schoolwerk of ik doe mijn mobiel en iedereen is gewoon stil. Hoe zijn de reizigers over het algemeen? 'S Ochtends heb je vaak mensen die naar hun werk willen of die aan het werk zijn. En vaak 's middags heb je wat meer mensen die een dagje uitgaan. Is dit jouw momentje? Dit is mijn lekker momentje, ja. Ik kan lekker een beetje wakker worden, een beetje filmpje kijken, een beetje ontbijten. Een beetje Facebook zitten. Want ik kan me ook voorstellen dat anno 2018 en 19 men heel erg in zijn eigen hupje zit met de telefoon en de computer. Ja, klopt. Mensen maken er altijd een groot verhaal van. Maar ja, vroeger zaten mensen helemaal in hun krantje. Dus ik vind dat nog niet zo heel spannend. Tijd voor een tussenstukje. Ik kan me zo voorstellen dat het omroepen door u ook positief wordt ontvangen. Ik weet niet hoe dat is als ik het doe, maar ik zou het toch heel graag willen proberen. Is dat mogelijk? Ja, dat mag je zeker. Beste reiziger, een hele goede middag. Over enkele ogenblikken komt u aan op Den Haag-Holland Spoor. Dit is station Den Haag-Holland Spoor. Geweldig. Dat is een 9. Wat is er gebeurd met het zadel? Die is weggehaald. Hoezo? Geen idee. Dus dat wordt een pijnlijk ritje naar huis? Nee, ik word opgehaald, gelukkig. U had het over een aantal mooie belevenissen. Is er eentje die u met ons wilt delen? Ik zat een keer in de trein. Toen zat er een mevrouw, een stukje jonger dan ik, met een breiwerkje. En ik zag uit mijn ooghoeken dat heel moeizaam ging. Ik zei, nou zal ik het even doen. En de hele coupé ging meeleven of ik het zou halen voordat ik eruit moest. Ik had niet verwacht dat jij met zoveel tassen zou reizen. Nee, klopt. Het is ook niet alleen geluk voor mezelf, maar ja, het is vanuit school naar de kazerne toe. Ga je altijd met de trein? Ja, altijd. Dus dat werd en op de duur de volgende coupé ook. En uiteindelijk kreeg ik applaus toen ik het haalde. Vroeger lazen we de rails, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, zeker. Die mis ik nog wel eens trouwens. Dat vond ik echt te gek. Dus een oproepje? Ja, de rails. Bring it back. Dat is als je een beetje open staat voor wat er gebeurt, dan kan dat volgens mij alleen maar tot leuke situaties leiden.